Stubbs moet zich hier echt thuis gevoeld hebben, want hij ontleedde dus paarden. En ze deden vroeger wel meer dingen die we nu nooit meer zo zouden doen, maar hij deed dat om zo de anatomie te kunnen bestuderen. Ja, ik ken hem dus als wetenschapper, maar hij is natuurlijk in eerste instantie bekend geworden als portretschilder. En daarna is hij zich gaan focussen op zijn tweede passie en dat was anatomie. Hoe ging hij te werk? Aangezien er eigenlijk verder niks anders bekend was, was er maar één optie voor de anatomie. En dat is dus het opensnijden van zo'n paard. En dan dus echt gaan kijken hoe zit zo'n paard in elkaar. Jongen, wat gedetailleerd. Wat het nou ook zo bijzonder maakt, is dat hij hele verschillende hoeken het paard heeft bekeken. Dus wat hij heeft gedaan, is dus het lichaam van het paard opgehangen. Om zo eigenlijk vanaf alle kanten dat paard te kunnen bekijken en te kunnen tekenen. Nou, is dit dat beroemde boek van hem, hè? Ja. The Anatomy of the Horse. Wat maakte dat boek zo bijzonder? Ja, eigenlijk het oog voor detail en eigenlijk al die verschillende lagen en zoveel verschillende hoeken waarin hij het lichaam van het paard heeft bekeken. Dat was echt bijzonder voor die tijd. En dat kon dus gebruikt worden door andere schilders, maar ook echt door wetenschappers en door dierenartsen. Om zo beter naar het paard te kijken en het beter te begrijpen. Ja.